Hoi, welkom bij een nieuwe les van Elements of AI. We zitten in het tweede hoofdstuk en we gaan deel 1 doen van dit hoofdstuk. We gaan erin vliegen. Oké, we zitten dus in deel 2, chapter 2, dealing with uncertainty, het eerste stuk. Probability fundamentals of de basis van de kansberekening. Waarom zit die basis van de kansberekening er nu tussen? Met twee oefeningen zelfs, flip the coin en fishing in the Nordics, waarbij we de eerste oefening enkel de basis willen doen, omdat de gevorderde oefening te ver gaat voor de kennis IW die ik eigenlijk verwacht. En exercise 8, Fishing in the Nordics, waar we zowel de basis als de gevorderde stukken zullen doen. Dus twee oefeningen, 7 en 8. Zowel het beginnende niveau als een gevorderde. Waarom zit die kansberekening ertussen? Dat zat er eigenlijk al in de eerste lesreeks, in hoofdstuk 3. Dat is omdat bij kansberekening we moeten werken met imperfecties en onzekerheden. Waarom? Als je bij het typen op bijvoorbeeld de gsm een toetsenbord gebruikt zoals swipe, welke dus bijvoorbeeld werkt met suggesties, dat hij woorden kan aanvullen, dan zit je er soms naast. Maar zelfs als je ernaast zit, werkt de autocorrect voldoende goed om toch het juiste woord te kunnen plaatsen. Dat werkt ook met onzekerheden. Dus hij weet niet 100% zeker welk woord hij bedoelt. Hij doet een bepaalde gok op basis van de eerdere karakters die je hebt getypt, of op basis van de eerdere berichten die je hebt gestuurd, op basis van de gegevens dat hij heeft. En op basis van die gok zet hij dus het woord in autocorrect. Ook bij een stemcommando is je stemcommando nooit tweemaal hetzelfde. Als ik een stemcommando geef aan mijn digitale assistent thuis om de lichten uit te doen, is dat soms met achtergrondlawaai. Misschien staat er een plaat te spelen, misschien staat de dampkap aan. Of misschien is het een ander soort accent of is er een gast op bezoek die de digitale assistent aanspreekt. Het is nooit twee keer hetzelfde. Je loopt bijvoorbeeld op straat, straatlawaai komt erbij. Dus hij hoort je wel en hij heeft een bepaald procent kans dat hij jou verstaat en dat hij het commando goed begrijpt. En op basis van die kans zal hij dus reageren. Het belang van kansen. Kansberekening is dus een manier om te gaan met die onzekerheid. We weten het nooit 100% zeker. En die kansberekening kan gedaan worden op papier, maar kan veel beter gedaan worden met computers en computermodellen. We hebben de vorige keer al aangegeven dat als je het allemaal op papier probeert op te lossen, dat je heel snel tegen de limieten van jouw eigen rekenkunde en van jouw papier, plat papier zal botsen. Een voorbeeld dat we hier hebben is een munt opgooien, kop of munt. Er is 50-50 kans. Ofwel landt hij aan de ene zijde, of hij landt aan de andere zijde. Dat is een onafhankelijke kans. Dat wil zeggen, als ik vraag om bijvoorbeeld twee munten op te gooien en die moeten alle twee kop zijn, het feit dat de eerste munt kop of munt is, verandert niet de kans dat de tweede munt kop zou zijn. Dus dat wil zeggen, als de eerste munt kop is, betekent dat niet dat de tweede munt in één keer veel meer of veel minder kans heeft om kop te zijn. Het is onafhankelijk, die beïnvloeden elkaar niet. Dus de vorige worp heeft geen invloed op een nieuwe worp. Vrij eenvoudige eerste oefening. Oefening 7, coin toss, niveau beginner. When flipping a coin, you have two possible outputs, head and tails, which we label 1 and 0. What is the probability of getting two consecutive ones when tossing a coin? Dus als we munt opgooien, hebben we twee opties, kop of munt. Kop is 1, munt is 0. Wat is de kans dat we twee maal na elkaar kop gooien? Dus bereken het gerust uit, zet de video op pauze. Maar dus de kans voor 1 maal is 50%. Wat is de kans voor 2 maal kop na elkaar? Dat is vrij eenvoudig. Dus we gooien 2 maal een munt. Dus moet 2 maal de uitkomst moet 1 zijn of kop. Hoe lossen we dit op? Nadien zullen we ook de vraag krijgen de kans op 4 maal kop. Als wij dit willen oplossen, gaan wij die 50% kans vermenigvuldigen met 50%. 0,5 maal 0,5. En dan komen we uit op een 0,25. We maken hier een tabel op. Bijvoorbeeld oplossing 1, oplossing 2, oplossing 3, oplossing 4. Dat is worp 1, worp 2. Dus als we twee worpen doen, zijn er in totaal 4 mogelijke oplossingen. Wij kunnen dat maken op papier. Ofwel zijn ze alle twee munt. Ofwel is de eerste munt de tweede kop. Of de eerste kop de tweede munt. Of hebben we alle twee kop. Zoals je kan zien, er zijn 4 oplossingen waarbij dat er maar 1 van de 4 eigenlijk de goede is. 2 keer kop. 1 op 4 is 25%. Dus de kans op 1 keer kop was 50%. 2 maal, we kunnen dat brute forcen. Dat wil zeggen dat we alle oplossingen zoals hier op de dia opschrijven. Dan hebben we 1 op 4 oplossingen die juist is. Of de kans is 1 op 3. Dat wil zeggen 1 goede, 3 slechte. Of als breuk 1 op 4. Of als percentage 25%. Of 0,25 zelfs. Dus het is maar 1 oplossing juist, 0,25 of 25%. Willen we dat doen met de volgende oefening?
Bij de volgende oefening moeten er 4 munten na elkaar kop zijn. Als ik dat zou willen brute-forcen, ik heb het tabel hier op de slide gezet, zie je dat wordt dat een stukje moeilijker om op te schrijven. Ofwel zijn ze allemaal 0, ofwel is er 1 kop, ofwel is de tweede kop. En het wordt een beetje ingewikkeld. Dus de kans op 1 keer kop, dat weten we, is 50%. Wat is de kans op 4 maal na elkaar kop? Opnieuw, brute force is 1 op 16 oplossingen is juist. Of 1 op 25, als we het in kansen zouden uitdrukken. 1 op 16, als we het uitdrukken als breuk. Oftewel, 6,25% kans. Dus, als we 4 munten gooien en ze moeten allemaal kop zijn, hebben we daar 6% kans voor. Je ziet hier, brute force kan nog wel, maar het is verdomd moeilijk aan het worden. Hier komen computermodellen echt wel bij te pas. Of gewoon een basisbegrip van kansberekening en een goede zakrekenmachine. Het is maar 1 kans van de 16, of 1 oplossing van de 16, juist. Brute force wordt lastig. Je kans is eigenlijk 1 op 2 tot de einde. Dus dat wil zeggen dat je 50% of die 0,50 beter zal moeten vermenigvuldigen met zichzelf of tot n, dat wil zeggen tot aantal worpen. Heb ik hier 4 worpen, n is 4. Dus n is het aantal worpen, n is 4. 1 op 2 tot de einde of tot 4 is 1 op 2 maal 1 op 2 maal 1 op 2 maal 1 op 2. Kom ik dus uit op hetzelfde. Dus we kunnen het aantal worpen, als we dat zouden lezen als n, kunnen we 1 gedeeld door 2 tot de einde doen. Oplossingen voor deze oefening. Als we 2 munten na elkaar, dus 1 munt was 50%, 2 munten na elkaar een kop, is het 25%. Als we er 4 nodig hebben, komen we uit op 6,25% of 0,0625. Opnieuw, brute force is te lastig. Voor gevorderden hebben wij, dus eigenlijk moeten we programma's schrijven en we krijgen een sequentie of een lijst waarbij dat we een aantal waarden hebben. Je ziet die onderaan op regel 11 staan, 0, 0, 1, 1 en 0. En we moeten het aantal paren tellen van enen die we daaruit kunnen trekken. Dus we krijgen een gegeven lijst en hoeveel koppels van 1 kunnen we daar maken? We kunnen daar 2 koppels van 1 maken. Als we de derde waarde en de vierde waarde samenzetten, hebben we 11. Als we de vierde waarde en de vijfde waarde beter bij elkaar zetten, hebben we ook 11. Dus koppels van 1, in dit geval. Deze oefening, dus we kunnen er 2 uithalen, maar deze oefening is net iets te moeilijk voor de basiskennis Python die wij verwachten, anyway. Maar wat is het nut van deze soort oefeningen? Het is een kansberekening om uitspraken te kunnen doen. We gaan kansberekeningen en onzekerheid gebruiken om een bepaalde uitspraak te kunnen doen. We gaan ook werken met voorwaardelijke kansen in de volgende oefening. Voorwaardelijke kansen wil zeggen, wat is de kans dat iets gebeurt als we weten dat? Dat zal straks wel een stuk duidelijker worden. Als je het dan nog niet gezien hebt of je hoort in Keulen donderen, hoofdstuk 3 van deel 1 Elements of AI gaat ook over diezelfde kansberekening. Een voorbeeld van zo'n oefening. Ik heb hier een schema met de inwonersaantallen van Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. En ook het aantal vissers dat ze daar hebben. Ze hebben een cultuur, een iets meer viscultuur dan wij hier hebben. En dan zie je het aandeel vissers. Dus een voorbeeld, zien we vissers in bepaalde OESO-landen. Er zijn 2652 professionele vissers in Finland, dat wil zeggen mensen die het brood verdienen met vissen. De bevolking van Finland is 5.439.000, dus we kunnen zeggen dat 0,049% van de mensen in Finland zijn inkomen verdient of zijn brood verdient met het vissen. Stel, er is een loterij. Er wordt een winnaar gekozen uit een van deze Nordic countries. We krijgen een lijst met die landen, dus Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. En er wordt daar één iemand uit die pot gekozen. Dus al die inwoners samen. Wat is de kans dat het een Zweed is? De kans is eigenlijk groter dat het een Zweed is dan dat iemand is van IJsland. Er zijn namelijk gewoon veel meer inwoners van Zweden dan inwoners van IJsland. Dus als we daar een kans, dus we hebben een totale populatie, we hebben gewoon de populatie van al die landen samengeteld. Als we daar de kans berekenen dat het een Zweed is, komen we eruit op ongeveer 37% kans dat het een Zweed is. Gewoon, Zweden telt meer inwoners dan de rest. Hoe hebben we dat berekend? De kans om dat te berekenen is de populatie van een land, hier uitgedrukt in de slide als P van een bepaald land, gedeeld door de total population. De total population is de som van inwoners van alle landen. Dus we maken een total population, heel eenvoudig om te doen in Python, we maken een variabele aan en dat is eigenlijk gewoon een som van de waarden uit
in die landen. De kans is het inwoneraantal van bijvoorbeeld Zweden zullen we delen tot de totale populatie. Dat is niet zo moeilijk. Als we kijken bij vissers, als we weten de winnaar blijkt een visser te zijn, dan verandert de dingen wel een beetje. Als de winnaar een visser blijkt te zijn, kunnen we eigenlijk kijken naar totaal populatie vissers uit die landen. Kunnen we kijken naar hoeveel vissers of professionele vissers zijn er per land. En dan kunnen we een nieuwe kans berekenen. Dus wat is de nieuwe kans dat het een inwoner is van? We weten enkel dat het een visser is. Dus we hebben het aantal vissers van een bepaald land, bijvoorbeeld van Noorwegen, delen door het totaal aantal vissers van alle landen samen. We merken dat in Noorwegen veel meer vissers aan de slag zijn dan in alle andere landen. En dan stijgt het percentage, dat er uit diezelfde loterij, dat het een Noor is, plots naar 53,5%. Gewoon omdat in Noorwegen veel meer vissers aan de slag zijn. Dus we gebruiken nu niet meer de totale populatie van alle landen, waar dat blijkt dat er veel meer Zweden zijn, maar gebruiken eigenlijk de totale populatie van vissers. En dan zien we dat Noorwegen plots zwaarder weegt doorwegen. Blijkt door te wegen. Dus we hebben een nieuwe voorwaarde. Vissers. Als we kijken, gegeven de voorwaarde dat het een visser is, wat is de nieuwe kans dat? En dan kunnen we uitrekenen voor elk land. Dus we kunnen ook bijvoorbeeld uitrekenen als het een Deen is en een visser, dan moeten we het aantal vissers gebruiken van Denemarken gedeeld door het aantal vissers totaal. Dus we werken weer met een kans dat het een Deen is en een visser. Dan werken we met twee voorwaarden. Er is een winnaar en het is een nationaliteit, is wellicht een Zweed, visser. Als we kijken van, als we het berekenen op basis van nationaliteit, is de kans groter dat er een Zweed is. Als we kijken op basis van, het is een visser, blijkt de kans groter te zijn dat het een Noor is. Oefening 8. Wat is de kans, P, dat een winnaar een visser is, wetende dat de winnaar Noors is? Dus we hebben de voorwaarden, dus we hebben weer diezelfde groep van landen. We weten al dat het een Noor is, dat beperkt de pot al een beetje. Wat is de kans dat de winnaar ook een visser is? Dus we weten dat het een Noor is, wat is de kans dat het ook een visser is? De kans daarop is 0,229%. De oefening is eigenlijk vrij eenvoudig. Wat is de kans P, wetende dat het een Noor is, moeten we gewoon het aantal vissers in Noorwegen delen door het aantal Nooren in Noorwegen, of de populatie van Nooren. Populatie van Noorwegen. Dan komen we uit op 0,2%. De gevorderde oefening krijgen we een drietal lijsten. Ik zal de oefening regel per regel overlopen. Regel 2 krijgen we het aantal landen, dat is een lijst. Populatie van per land, ook mooi opgelijst. Het aantal vissers van een land. De som wordt hier al gemaakt, van het totaal aantal vissers. En de som van de totale populatie wordt ook al gemaakt. Wat wordt er van ons gevraagd? Dat we eigenlijk uitprinten wat de kans is dat het een... Dus we weten, de winnaar is een visser. Gegeven lijsten met landen. Gegeven, we weten dat het een visser is. Wat is de kans per land? Dus we moeten eigenlijk afprinten. We zien al regel 13 staan. Print. En dan gaan we het percentage berekenen van een land en een populatie. In dit geval moeten we een land en de kans dat het een visser is berekenen. Dus we berekenen de kans dat het een visser is uit een bepaald land. Dus we moeten de kans per land oplijsten. Hoe gaan we daarmee aan de slag? We gaan een nieuwe lijst maken, kansvissers. En daarin gaan we eigenlijk onze uitkomsten opschrijven. Welke uitkomsten? Uitkomsten van een formule. Welke formule zal dat zijn? Ik zal het eens even overlopen. Op regel 5 heb ik mijn nieuwe lijst gemaakt. P, Fisher, of de kans dat het een visser is. Op regel 10 heb ik geschreven for E in Fishers. Dus ga ik gewoon doorheen de lijst met vissers. Dan zien we 1891, 2652, 3800, 11611 en 1757. Ik ga even door die lijst gaan. De kans is, dus zien we regel 11, de kans uitgedrukt als P, is I, dus gaat hij die waarde uit die lijst gaan halen, delen door het totaal aantal vissers, maal 100. Dan krijg ik eigenlijk een percentage. Dus we gaan het aantal vissers van Denemarken delen door het totaal aantal vissers. En dan gaan we opstaan in een lijst. En we gaan het aantal vissers
van Finland delen door het totaal aantal vissers. En dat slaan we ook op in die lijst. En dat van IJsland, en van Noorwegen, en van Zweden, en we slaan dat op in die lijst. Die lijst die heet P-Fisher. Dan zal ik op regel 13 P-Fisher, het append P, dat wil eigenlijk zeggen, we lezen die eigenlijk omgekeerd, we gaan het resultaat van in P, dus de kans, gaan we appenden of opslaan in de lijst. Dus regel 13 lees je als de uitkomst opslaan in lijst P-Fisher. Regel 15, for country heb ik daar populatie veranderd naar P-Fisher in zip, dus gaat hij die samenzetten. Countries, P-Fisher, ik heb de populatie ook vervangen door P-Fisher, onze eigen lijst. Print, country, P-Fisher, niet population. Dus we hebben gedaan, we hebben een nieuwe lijst gemaakt, die eerst leeg is, op regel 5, P-Fisher. We hebben dan een berekening gemaakt, we zijn door de lijst gegaan van vissers. En we hebben de kans berekend dat een visser uit de groep vissers van een bepaald land delen door het totaal aantal vissers maal 100, dus een percentage berekend. En we hebben die toegevoegd aan onze eerder lege lijst. Dus die lijst is opgevuld, P-Fisher, en dan hebben we die lijst samen met de countries opnieuw gepubliceerd. Voilà, dat was eigenlijk alles voor die eerste les. Als dit allemaal nieuwe leerstof voor jou bleek, keer eens terug naar hoofdstuk 3 uit de eerste lesreeks. Zeker handig, want in de volgende les gaan we aan de slag met de biasregel. Kwam ook al ter sprake in de eerste lesreeks. De biasregel was een verandering in kans. Daar gingen we het in de eerste reeks over. Het is 9 op de 10 kansen zal het mooi weer zijn in Finland. Maar als je komt buiten en het is een heel bewolkte dag, dan verandert je kans. Want als het zwaar bewolkt is, stijgt de kans op regen. Hoe berekenen wij die nieuwe kans? Dus nu hebben we gewerkt met voorwaarden. Gegeven bepaalde voorwaarden verandert de kans. Bij de biasregel zullen we dat ook gebruiken om een nieuwe kans uit te rekenen. Tot de volgende!